Len Zuiverstein, we staan hier na een 1-3 overwinning uit bij Jong Ajax. Hoe lekker is deze? Hartstikke lekker natuurlijk. Ik denk ook dat we hem zeker verdiend hebben vandaag. En ja, natuurlijk, je wilt weer graag winnen. Het zat eraan te komen en vandaag is het gelukt. Dat is een heerlijk gevoel. Ja, je zegt al, het zat eraan te komen na 3 gelijke spelen op rij, waarin je het gevoel hebt dat hij steeds net niet de goede kant op valt. Is het dan extra lekker dat je hier gewoon een klein half uurtje met 0-2 voor staat, je eerste 2 echte kansen meteen afmaakt? Ja, tuurlijk. Dan begin je ook lekker aan de wedstrijd. Maar ook daarna even die tegengoal natuurlijk. Maar ik denk over het algemeen de gehele wedstrijd bovenliggende partij en verdient hier gewonnen, zeker. Vlak na die tegengoal was het heel even overleven, leek het, vanaf de tribune. Wat zeg je dan tegen elkaar in de kleedkamer? We moeten het gewoon weer oppakken zoals we het de eerste half uur deden? Ja, precies. Inderdaad wat je zegt. Niet dat je de hele tweede helft tegen gaat houden. We zeiden gewoon, we gaan op zoek naar die 3-1. Want we hebben laten zien dat de eerste half uur dat in ons zit, zeg maar, om hier kansen te creëren. En we maken gewoon een goede 3-1. En het laatste kwartier was het wel weer tegenhouden, maar ja, dat was ook niet erg. Daarin hebben we laten zien dat we dat ook kunnen. Dan na de wedstrijd ga je naar het uitvak. Hoe lekker is het om deze even te vieren met je supporters? Ja, hartstikke lekker, natuurlijk. Om überhaupt weer supporters te hebben, ook in het uitvak. En dan die overwinning te vieren, dat is hartstikke lekker. En nu op naar vrijdag, VVV-tijd. Op naar vrijdag, thanks.